Hoi, ik ben Tjarda en ik ben bijna blind en vandaag laat ik je zien hoe ik mij dagelijks opmaak. Voordat ik begin wil ik in ieder geval één disclaimer maken. Ik heb niet een bepaalde techniek die ik gebruik. Door de jaren heen heb ik gewoon een bepaalde manier ontwikkeld die voor mij werkt. Misschien voor jou totaal niet. Eén ding staat vast, ik doe alles zonder te zien. Stap 1, voordat ik begin ga ik eerst mijn gezicht reinigen. Ik heb hiervoor Happy Soaps gezichtsreiniger. Nou, een beetje nat maken. Washandje nat. Vind ik altijd fijner dan onder die kraan hangen. Beetje heen en weer met het zeepje. En dan op mijn gezicht. Nou ja, ik merk al één ding. Ik had beter mijn haar vast kunnen maken. Dit werkt echt totaal niet. Zo. Even drogen. En een hydraterende crème op. Ik heb hiervoor een crème uit Zuid-Afrika. Hier. Helemaal duurzaam en zonder allemaal chemische spulletjes erin. Nou, dan doe ik het gewoon op mijn gezicht, op gevoel. Ik kijk ook helemaal niet in een spiegel of niks niet. Maar ik vind het wel lekker als er in ieder geval iets van crème op mijn gezicht zit voordat ik begin met make-up. Zo, dan ga ik gewoon 100 keer over mijn gezicht, want dan voel ik of overal crème zit. Oké, lekker wel. Ik kom er net achter dat ik een verkeerde letter op de verschillende dag- en nachtcreme heb gezet, zodat ik het kan herkennen. Dus ik doe een hele grote D op de dagcreme en een N staat op de nachtcreme, normaal gesproken. Maar nu heb ik ze dus omgewisseld. Dus ik heb net gewoon, ik heb al maanden eigenlijk gewoon al dagcreme 's nachts opgedaan en andersom. Stap 2. De enige laag die ik op mijn gezicht doe is eigenlijk dit van Estée Lauder. Een soort van dagcreme met een kleurtje. Want alle foundations en zo, die gaan zo klonteren. En dan krijg je allemaal vlekken en die zie ik dus niet. Dus dan verdeel ik het gewoon over mijn gezicht, een beetje geleidelijk. En dan gewoon enorm vaak met mijn handen over mijn gezicht. Om maar te zorgen dat alles geleidelijk wordt verdeeld. Want ik zie gewoon absoluut niet wat ik doe. Heerlijke gezichtsmassage. En ik voel gewoon heel goed of ik ergens nog een beetje te veel glad is. Want dan weet ik, oh ja, daar zit nog te weinig spul op. Stap 3, concealer. Ik weet alleen maar of ik die op moet doen als ik een keer te weinig slaap heb gehad. Want dan denk ik, nou, dan heb ik vast een kring onder mijn ogen. Dus dan moet ik dat schijnbaar doen. Dus dan doe ik het gewoon onder mijn oog. Geen idee hoe dat er dan uitziet nu. Ja, en dan is mijn truc gewoon, net zoals met heel veel dingen, gewoon het aanraken. Een beetje heen en weer bewegen, zodat het wordt verspreid. En schijnbaar zie je er dan een stuk minder moe uit. Stap 4, de wenkbrauwen. Die kan ik niet zelf. Ik kan ze niet zelf epileren, niet zelf kleuren. Dus dat laat ik altijd doen. En het enige wat ik doe is met een borsteltje een beetje mijn haren naar de goede kant op borstelen. Ik heb gehoord dat dat werkt. En ik heb hier best wel kruin in mijn wenkbrauw. Dus als ik het nou elke dag doe, dan blijft het in een mooie vorm. Stap 5, oogschaduw. Ik neem altijd een heel neutrale kleur. Ik vind het wel mooi als het mijn ooglid een beetje lichter is, zodat die mijn ogen wat meer uitspringen. En wederom doe ik dat met mijn vingers. En je kan ook voelen doordat het poeder is, waar het ongeveer zit op je ooglid. En waarschijnlijk doe ik het echt redelijk slordig. Maar dan doe ik zo mijn vinger er een beetje langs en nooit te veel. Uiteindelijk ziet het er dan vaak mooi uit. Stap 6, oogpotlood. Die neem ik vaak wel in een wat opvallendere kleur. Om mijn ogen nog meer eruit te laten springen. En dit vergt heel veel concentratie. Ik zet het potlood onder mijn oog. En ga heel voorzichtig zo naar beneden. En soms kost het me zoveel concentratie. Dat ik eventjes het potlood weg moet doen. En even geconcentreerd moet zijn om de rest te doen. Dat doe ik hier boven ook. En de truc is de achterkant van het potloodje in mijn geval heel veel te gebruiken. Want als ik dan scheef heb getekend, dan maakt dit het weer goed. De laatste stap is het krullen van mijn wimpers en mascara aanbrengen. Ja, ik doe dit weer op gevoel. Nou ja, nu voel ik dan al dat het misgaat. Want dan heb ik een soort van stuk van mijn ooglid erbij. Nou, dat doet gewoon pijn, dus dan weet je al meteen dat je niet goed zit. En de laatste. En de mascara. Eigenlijk heb ik al mijn producten gewoon van de Kruidvat of een of ander heel instapmerk. Essence of zo heet het, geloof ik. En hier concentreer ik me ook gewoon enorm erg om de mascara precies op de goede plek te krijgen. Dan beweeg ik en de mascara en mijn ooglid. En als het goed is, zit het goed.
En als ik voel dat ik ergens met de mascara tegen mijn hoofd ben gegaan, dan ga ik precies op die plek met mijn vinger langs. En anders nog een check bij degene die ik op die dag als eerst zie. Dat is vaak mijn man. Voor de finishing touch nog wat lippenstift. Oh, dan voel ik dus met mijn lippen of ik de lippenstift goed op mijn lippen zet. Met de goede kant. Zo. Die is wel lastiger. Maar als het goed is, zit het er nu goed op. Dat was mijn dagelijkse make-up routine. Je ziet, het gaat niet vanzelf, maar met heel veel oefening en geduld kom je er wel. Zonder zien kan je ook gewoon opmaken. Ben je nou geïnteresseerd in nog meer dingen over blind leven en mijn weg naar van alles en nog wat? Abonneer je dan op mijn kanaal en laat vooral ook vragen achter, want die beantwoord ik graag in een volgende video.